Tom, dat noemen ze een koude douche. Ja, zeker. 3-0 tegen FC Utrecht thuis. Dat doet wel pijn. Maar ik moet zeggen, ik denk dat we wel ook zeker een aantal doelpuntjes hadden moeten maken. En dan met name, ik heb het bijgehouden, tussen de 65 en de 69 minuten krijg je 3 echt 100% kansen. Ja, precies. Ik denk dat die keeper Utrecht gewoon op de been houdt. En dat die jongen gewoon fantastisch heeft gekiept. Het verhaal begint eigenlijk in de tweede minuut, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeker, dat is een opgelegde kans van Geraldo. En als hij die maakt, is de wedstrijd anders. En hij weet zelf ook dat hij die hoort te maken. En hij maakt hem niet, keeper pakt hem goed. En dat hoort ook bij voetbal. Daarna zie je toch dat dat wat doet met een ploeg als ADO zijnde. Want Utrecht kreeg op een gegeven moment, na verloop van die eerste helft, de overhand. Ja, sowieso in balbezit vond ik Utrecht veel beter. Ik denk dat ze niet echt voor die 1-0 hadden ze nog geen kans gehad, denk ik. En wat ik dan later hoorde, dat het ook nog eens buitenspel is. En dat is gewoon extra zuur natuurlijk als je zo 1-0 achterkomt. We spelen dan 3-5-2, althans daar beginnen ze mee. Daar hadden jullie niet echt een antwoord op. Nee, maar dat weet je. Je weet van tevoren dat Utrecht allemaal goede voetballers hebt op middenveld. En kunnen voetballen, kunnen loskomen. En dat is, daar hadden wij wel moeite mee, dat is duidelijk. Maar ja, echte kansen kwamen ze nog niet tot de 1-0. Dus daarom is het extra zonde, denk ik. Vooraf werd er ook gesteld van Utrecht heeft in de oefenperiode 4 echte wedstrijden gehad. ADO niet. Kon je dat ook terugzien in het voetbal, vond jij? Nou ja, kijk, dat denk ik niet. Ik denk dat Utrecht sowieso voetballend altijd heel goed voetbal speelt. Dus ik denk dat heel het seizoen ook blijft. Het is gewoon een hele goede ploeg om tegen te spelen. En ze zijn ook niet voor niks vorig jaar vierde geworden. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met de Europa-wedstrijden. Wat gaf de trainer in de rust aan jullie mee? Ja, we hadden het lastig met één moment dat Ayoub aan die linkerkant, die kwam elke keer vrij. En we wilden er eentje doorzetten met Tyrone naar vast, want die had niet echt een man en die wilden we doorzetten. Nou, dat werd dan Emmanuelsson en je komt heel gauw bij 2-0 en dan wordt het heel lastig. En dan uiteindelijk nog die 3-0, maar ja. Maar goed, dat is dan louter alleen die laatste in ieder geval voor de statistiek. Ja. Het verhaal begint toch in die tweede minuut en je hebt ook wat pech. Je hebt natuurlijk zelf een koppel op de lat, schot van Björn op de paal. Dus wat dat betreft zit het ook niet mee. Nee. Daarom zeg ik denk dat de keeper de beste man van het veld was. Dit doet toch wat met een ploeg, een 0-3 nederlaag. Zeker op eigen terrein. Terwijl je vorig jaar juist met een 3-0 overwinning begint op eigen veld. Ja. Hoe snel moet je deze klap zien te verwerken? Ja, dit is kloten dat je 3-0 verliest. Maar we hebben nog 33 wedstrijden. Dus we moeten nou niet met z'n allen in paniek raken. Want we hebben, ik denk met Vlagen, mensen zullen me wel gek verklaren. Maar ik denk dat we met Vlagen gewoon een hele goede aanval hebben gemaakt. En dat we gewoon zeker een paar doelpunten hebben verdiend. Tot slot, je stond nu in het centrum met Bas Kuipers. Hoe vond je persoonlijk die samenwerking gaan? Ik vond het goed gaan. Ik moet zeggen, communicatie was goed. En we hebben ons ding gedaan en ik ben tevreden daarover.